gebroken in binnen. Hé? Wie was het dan? Was het een meneer met blond haar? Met een snor? Met een snor, een meneer. Ben. Heette die meneer Ben? Maar wat hebben ze dan gezegd dan? Weet je dat jij papa heel verdrietig hebt gemaakt? Ja, je hebt papa heel erg verdrietig gemaakt. Weet je wat jij papa gekost hebt? Weet je waarom papa elke avond weg moest? Om bij te werken voor jou. Weet je dat papa zijn auto heeft moeten verkopen voor jou? Omdat papa voor zijn zoon een grote voetballer wilde maken, ja? Ja. En wat gaat meneer doen? Meneer gaat tegen oom en binnenhavenkamp zeggen dat meneer last van zijn enkels heeft. Dat had je toch niet kunnen zeggen? Wat, heb oom Ben nog gezegd dat je terug mocht komen dan? Nee. Weet je dat papa bijna moet huilen voor jou? Ja. Ja, en hoe gaat papa zich hier weer uitwerken? Weet je dat tante Annegien en oom Ben wel 2000 gulden hebben gegeven om jou vandaag deze kans te gunnen? Papa weet niet hoe hij het moet gaan zeggen tegen oom Ben en tante Annegien. Nee, papa die staat zo gezegd voor lul. Ja, godverdomme. Nee, nou mag papa proberen het bij Go Ahead Eagles voor elkaar te krijgen. Omdat papa oom Henk daar nog kent. Maar oh la la, misschien gaat het helemaal niet door. Nee, want meneer moest zo nodig een grote mond hier opzetten. Je moest je schamen. Schamen moest je. Weet jij wel, weet jij waar de reden is geweest dat mama weggelopen is? Waarom hadden papa en mama altijd ruzie? He? Waarom kwam je altijd huilend je bedje uit als papa en mama ruzie hadden? Omdat papa voor jou een grote voetballer wilde maken. En omdat mama dat niet zo zag zitten. Nee, maar papa heeft wel gevochten en zijn handen voor jou in het vuur gestoken. Godverdomme. Mooie boel. Ja, nou is mama weg en nou woont papa alleen met jou. He? En hoe moeten wij vanavond aan tafel zitten met z'n tweeën? Papa kan wel janken. Ja.